We hebben ook nog een keer illegalen die in 5, 6 plekken in Nederland op kosten van Mark Rutte meer krijgen dan bed, bad en brood. Die, terwijl de rechter zegt dat ze weg moeten, tot rust kunnen komen. Want ze zouden wel eens verwacht kunnen zijn. Wat is dat voor een gekkigheid? Wel, voor welke gekkigheid heeft de heer Rutte hier getekend? Illegalen moeten het land uit en het geld moet aan mensen hier worden besteed. Niet aan de opvang van mensen die al lang weg hadden gemoeten. En je ziet ook dat de VVD zegt, nou ja, dat bed, bad en brood, dat stopt nu. En je hoort de Partij van de Arbeid zeggen, nee, daar gaan we nu juist mee door. Dus we moeten ook even afwachten wat het nu daadwerkelijk gaat worden. Het kan niet zo zijn dat je na weken in een kamertje zit met een compromis komt wat je op het moment van presenteren al zo totaal verschillend uitlegt. Ik heb gisteren natuurlijk goed geluisterd naar hoe iedereen het akkoord op zijn eigen manier uitlegt. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je alleen als je meewerkt aan je eigen uitzetting nog recht hebt op wat je een soort minimaal mensenrecht zou kunnen noemen, namelijk bed, bad en brood. Is de situatie daarmee veranderd? En daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er niet zo heel veel veranderd is, behalve dat de opvang nu beperkt wordt tot 5 gemeentes, de 5 grote steden. En dat in de rest van het land, waar gemeenten zelf besluiten om die opvang te regelen, ze straks eigenlijk gedwongen zullen worden om die opvang te sluiten. Hier hebben ze een 1,5 week over gedaan. Dat is heel duidelijk dat zij eigenlijk met hun eigen problemen bezig waren en niet met het praktisch oplossen. Ik geloof echt dat er geen enkele burgemeester in Nederland blij is met het voorstel. Ik denk dat we nog voor de zomer een herhaling hebben. Gaan ze dan weer 11 dagen bij elkaar zitten? Want het lost het probleem niet op. Wij hebben daar niet het ei van Columbus voor gevonden. Het compromis dat wij hebben gemaakt kan een stap voorwaarts betekenen. Maar dan moeten we wel met de gemeente nu goede afspraken maken hoe we dat in de praktijk gaan brengen. Wij gaan geen inhumane opvang bieden, integendeel. Het is heel belangrijk dat in die centra mensen ook, die komen vaak van straat, even ruimte krijgen, even rust krijgen, gesprek krijgen over het perspectief. Maar dat we ook duidelijk maken, de rechter heeft bepaald dat je hier niet mag zijn. Dus het is ook beter als je teruggaat naar je land van herkomst. En daar kunnen we bij helpen. Voor de VVD was het belangrijk dat het asielbeleid wat we hier hebben, wat betekent dat mensen die niet meewerken aan vertrek geen voorzieningen krijgen, dat mensen die niet luisteren naar rechtelijke uitspraken niet beloond worden met een voorziening, dat dat overeind blijft. En dat is gelukt. En al die organisaties en partijen die dat in het verleden niet leuk vonden, vinden dat nog steeds niet leuk. En dat bewijst denk ik dat we erin geslaagd zijn om het asielbeleid overeind te houden. Als je niet vindt, ik moet mijn zoon naar school halen. Zo, voor jou. Ik ga het nog missen. Die gezelligheid iedere dag. Ja. We zijn er nog een tijd. Ja, leuk hoor. Tot zo. Hoi.